voor hem maken. Deze had ik dus laatst een keer bij de kringloop gekocht. Die hier echt een mega bende is. Slang. Een slak, goed zo. Ik heb gisteren dus voor het eerst een cacao-ceremonie gedaan. Heerlijk gevoel weer hier. Het is voor iedereen even wennen. Nou ja, sneeuwstorm. Of het een beetje lekkere koffie is. Nou, het beker gaat erin. En de broodtrommel erin. Zo, doe jij hem zelf dicht? Ja. Oké, okay. Ga ik even ontbijt maken. Goed zo. Ik draai het even hier. Ja. Zo. De regen trotseren. Goed gedaan, Elias. Auto geparkeerd. Ja, nu deze. Kijk. Oh. Zo, dan kan die eruit. Hoppakee. Wow, dat is een gevaarlijke toren. Die gaat vallen hoor. Hij gaat vallen. Oh. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Ik ga even met Elias een boodschapje halen. En is voor ons naar school. Gisteren was een pittig dagje wat betreft Ismael overstuur op school. Elias overstuur naar de gastouder. Het was echt geen leuke opstart van de week. Uiteindelijk was het goed gekomen, maar de emoties liepen hoog op. Ook bij mezelf. Ja, het was gewoon echt niet leuk. Iedereen was overstuur. En ja, toch denk ik na een week vakantie weer zo inkomen. Vandaag ging het al ietsje beter. Ismael moest wel huilen op school. Maar ja, hij gaat nu deze week voor het eerst de hele volle week. Dus het zal wel gaan wennen, denk ik, op een gegeven moment. Maar leuk is anders. Maar goed, op een gegeven moment kreeg ik ook wel een berichtje hoor. Van een lachende Ismael. En dat hij het hartstikke leuk had op school. Dus het is echt weer even, ja, gedag zeggen. Niet leuk. Nou, ik ga dus met Elias even kleine paar dingetjes halen. Niet veel. En dan hier in huis even aan het werk. Was, een beetje schoonmaken, dat soort dingen. Nieuwe week weer. Ik voel me stukken beter dan afgelopen weekend. Vandaag is wel de volle maan. Maar ik merk dat de energie al anders is. Ik had van het weekend echt, ik weet het niet. Het hing zo erg
zwaar op me. En ik weet niet. Het was erg pittig. Maar ik begin deze week toch weer anders en met betere energie. En ik heb ook echt zin om lekker weer aan de slag te gaan. Lekker weer een productief weekje te hebben. Dus daar gaan we gewoon voor. Nu even op pad. En als we terugkomen, nemen we nog een bakje koffie. Maar ik heb er al 2 gehad. Dus ja, dat voelt goed. Elias, we gaan. Het is inmiddels alweer 12 uur. Ik ga lekker even lunch maken. Ik zal even laten zien wat ik nog gehaald heb bij de Lidl. En ik ben ook nog heel even langs Action geweest. Voor een paar dingetjes. Die zal ik later ook nog even laten zien. En bij de kruidvat voor de luiers. Ik heb even deze gehaald. Die vind ik zelf altijd wel fijn om af en toe even 's ochtends te nemen. Even een extra boost. Vitamine C bruistablet. En ik heb even 2 pakken luiers. Want die waren in de aanbieding bij de kruidvat. 2 voor 27 euro geloof ik. Ja. Iemand van jullie wees me er ook al op in de reacties onder de vorige week vlog. Maar deze week zijn dus bij de Lidl alle vega dingen, of heel veel vega dingen, in de aanbieding voor 1 euro. Dus ik heb even flink ingeslagen. Ik vries die dingen ook altijd in. Voor mij is dat 1 groot feest. En ik vind die van de Lidl ook echt heel erg lekker. Dus dat is natuurlijk een win-win. Maar ik heb ook nog even andere dingen gehaald. Ik heb nog even een stokbroodje gehaald voor vanavond. Ik ga een pastaatje maken en dan vind ik het wel lekker om een stokbroodje bij te hebben. En dan ja, lekker pastaatje met groente en zo. Een stokbroodje met kruidenboter erbij. Ik heb nog even een nieuwe boter gehaald. Een zakje broccoli voor in de diepvries. En lekker wat druifjes. Ismael die vroeg dat vanochtend of hij dat mee mocht naar school. Maar ik had ze niet meer. En toevallig waren ze... Hey, er loopt weer een kou op het balkon. Maar toevallig waren ze ook in de aanbieding bij de Lidl. Dus ik heb lekker een bakje meegenomen. Daar zal die vast heel blij mee zijn. En Elias heeft er ook zin in. Dus ik doe er straks voor ons alvast wat bij de lunch. En dan krijgt Ismael er vanmiddag lekker wat. Een zakje wortels gehaald. Ik heb nog een nieuw pak Honey Loops. Nieuwe verslaving. Echt niet het meest gezonde, maar ik vind het zo lekker. Ik had dit gisteren ook naar werk. Toen kwam ik thuis en toen heb ik eerst wat gegeten, warm gegeten. En toen had ik dit 's avonds laat nog genomen. Zo ontzettend lekker. Met een beetje amandelmelk had ik het, maar echt heel lekker. Ik heb nog even banaantjes gekocht. Een zakje rucola vind ik altijd wel lekker voor bij de pasta. En, oh ja, 2 courgettes. Die waren ook in de aanbieding nu bij de Lidl. En dat vind ik ook wel lekker door de pasta heen. Sowieso eentje voor vanavond. En die andere komt ook wel op van de week. Dan heb ik nog een zakje bolletjes. Die we straks ook gaan eten. Vooral Ismael is helemaal gek op bolletjes. Dus dan krijgt hij morgen ook lekker bolletjes mee naar school. En nog even een zakje brood. En dan de mega voorraad vega producten. Ik heb, deze haal ik eigenlijk nooit. Maar ik vond het ook wel weer eens lekker. Tenminste, volgens mij vind ik die wel lekker. Even kijken. De Orient schijf. Daar heb ik 2 pakjes van genomen. Dan heb ik 1, want daar was er nog maar 1 van, de vegan burger. Want die was ook nu 1 euro. En deze zijn heel lekker. Ik heb ze al een keer gehad. Maar er was nog maar 1 pakje van. Dus ja, het zal er wel doorheen vliegen deze week. Iedereen gaat natuurlijk inslaan, net zoals ik. Ja, die is gewoon echt heel erg lekker. Dus in ieder geval 1 pakje ervan. En even kijken. Ik heb deze vegetarische burger. Daar heb ik dan 2 pakjes nog van. Ik kan altijd van de week nog een keertje kijken. Maar ik moet eerst eens kijken of het in de vriezer past. En ja, of ik het allemaal kwijt kan. Ik denk het wel hoor. Dan heb ik van de kipcroissant heb ik 3 pakjes genomen. Want die vind ik wel zo lekker. Niet normaal. Die vind ik vind dit echt een van de lekkerste. Deze is dat. Kipcroissant schnitzel. En ik heb nog 3 pakjes van de kaasschnitzel. Nou, dat was het. Dus ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voor 11 euro
11 pakjes vega dingen. Nou, dat is echt, echt weer een knaller aanbieding. Dus ik ga het even opruimen en dan ga ik even lekker... Ik zat te denken aan een bolletje met gebakken ei. En dan lekker wat druifjes en zo erbij. En ik denk ook nog een boterham met iets. Maar dan moet Elias ook maar even kijken wat hij wil. Ik ga in ieder geval lekker een eitje bakken. En dan lekker even lunchen. Broodje met ei was heel lekker. Ik heb ook nog voor ons allebei een boterham met Nutella gesmeerd. Daar had ik nog vet van zin in. En we hebben nog een bakje kwark op met de druifjes erdoor. Ik had er wat van die spirulina in. Die had ik laatst van Coro gekregen. Wat ik dus helemaal niet wist, is dat er echt heel veel antioxidanten in zitten. Dat het echt heel goed is voor je immuunsysteem en ook om meer energie te krijgen. Er zit een heel hoog ijzergehalte in. Er zit van alles in. Ja, het proeft echt een beetje als een beetje muffig planten spul. Maar als je het een beetje door de kwark of zo heen doet of weet ik veel waar je het maar doorheen wil doen. En ik had er een klein beetje honing bij gedaan. Dan is het eigenlijk prima te eten. Je hebt het ook in capsules, tabletvorm. Maar ik ben hier wel heel blij mee. Het schijnt heel goed te zijn voor je. Dus het kan sowieso geen kwaad. Nou ja, dan om daarmee af te sluiten. Lekker verantwoord een boterham met Nutella. En ik heb nog even een bakje koffie. En dan ga ik zo nog even wasje wegvouwen. En dan gaan we straks alweer Ismael halen. Nou, trouwens, het is nu. Even kijken. Oh ja. Hey, loopt die klok nou achter? Nee, het is 10:15. Even nog chillen en dan wasje vouwen en dan Ismael lekker weer ophalen. Wasjes weer opgevouwen. Ja. Dan gaan we ook nog even de wasmachine aanzetten. Kom, eerst zet even in de kast. Hoppakee. Ga jij hem aanzetten? Doe maar dicht. Ja. En die? Die? En dan die. Yes. Goed zo. Nee, kom. Ga nu Ismael ophalen. Het is de lood gevallen. Kijk eens wat jullie hebben gekregen. Koekje. Super lief. Een ander kindje van de gastouder die heeft een zusje gekregen. En die kregen Ismael en Elias ook een cadeautje. Echt super lief. Een bellenblaas en lekkere koekjes. Van die mini stroopwafeltjes met muisjes. Echt superleuk en schattig. Ik wil bellenblaas doen. In een heel lief tasje. Ik wil bellenblaas doen. Ja, dat doen we buiten, hè? Als het mooi weer is, kunnen we dat buiten doen. Ja. Maar jullie mogen nu al een koekje eten. Ja. Ah, ik ben blij dat Ismael er weer is. Ja. Hoe leuk is het als je dan uit school komt en dat je even lekker wat drinkt en wat lekkers neemt. En vertelt over de dag. Geniet ervan. Nu ga ik nog even een paar dingetjes doen. Ik ga even in ieder geval de luiers alvast in de kast leggen. Want ik vind die verpakkingen altijd zo afzichtelijk. En ik hou ervan als het weer helemaal zo aangevuld is met luiers. Maar ik denk wel... Dat aankomende lente en zomer dat Elias ook zindelijk gaat worden. Nou, in ieder geval heel veel oefenen ermee natuurlijk. Maar voor nu zijn er nog luiertjes. Maar ik denk niet dat het nog heel lang gaat duren. Ja, ik leg ze even lekker allemaal in de commode. Die ik trouwens ook nog steeds wil ombouwen tot bureautje. Want dat schijnt te kunnen met deze. Maar ja, elke keer iets. En wat ik eigenlijk zo even tussendoor wil doen... Ik heb namelijk van mijn werk een spuitbusje meegenomen. Daar hebben we heel veel mooie kleuren spuitbus, dus verf om te spuiten. En ik heb een paar dingetjes die ik graag over wil spuiten van kleur. Want ik weet nog, vorig jaar gaf iemand van jullie ook de tip van als je nou bloempotten hebt die niet helemaal in je smaak of je kleur zijn. En daar heb ik een paar van. Dan kan je ze natuurlijk ook gewoon overspuiten. Superleuk idee. Dat postvak dingetje, die gebruik ik nu wel, maar die is nog steeds zo half geschilderd. Dus dat slaat helemaal nergens op. Die wil ik gaan doen. En ik had een heel leuk kaarsenbrandertje. Die zal ik zo even laten zien. Dat had ik een tijdje geleden al bij de kringloop gescoord. En die is donkerblauw. En op zich is die heel leuk, maar ik wil hem toch even in een ander kleurtje. Hotse vlots. Heerlijk weer zo'n voorraad.
daar kan ik nou echt van genieten. Maar ik ben blij dat ik me vandaag al iets energieker voel. En ik hoop dat met jullie ook alles goed gaat. Natuurlijk. Ja, ik wil straks ook even de keuken opruimen, want het is een beetje een zooitje. En er leggen de hele tijd weer allemaal dingen die er eigenlijk niet horen. Dus dat ga ik even wegruimen. Spulletjes in de vaatwasser doen. En dan kan ik ook vanavond lekker, of vanmiddag, eind van de middag, lekker koken. Dan hoef ik niet dan alles nog op te ruimen. Zo nog even een wasje ophangen. Nou, dan zijn we weer lekker bij. Hop, leeg. Nou, hierboven heb ik dus nu altijd de doekjes liggen, die by the way ook bijna op zijn. Maar ik koop dan ook altijd zo'n mega pak met doekjes. Dus nou ja, nog twee op voorraad. Hier heb ik dan die van Ismaël voor de nacht, de luie broekjes. En dan deze. En deze. Oh, die ligt een beetje te vol. Lekker helemaal gevuld met luiers. En beneden heb ik er ook nog wat liggen. Dus, nou, top. Dan kan dit weer weg. Deze had ik dus laatst een keer bij de kringloop gekocht. Ik vind hem zo ontzettend leuk. Maar ja, het is gewoon niet helemaal mijn kleur per se. Kan wel leuk zijn. Ik vind dat goud erin ook wel leuk. Maar ik ga hem toch even overspuiten in één kleur. En ja, ik vind hem gewoon super leuk branden ook. Ik kan er een vaccintje in doen. Maar ja, ik ga hem even overspuiten. En dan wordt dit gewoon mijn testprojectje. Ik moet hem alleen nog even afdrogen. En dan ga ik hem buiten even overspuiten. Ik zal de kleur er even bij pakken. Ik ruim al voor de zoveelste keer hier boven op de koelkast op. Het valt je vast vaak in de vlogs ook op dat het hier echt een mega bende is. Maar wat ik vaak doe is als ik iets even niet kwijt kan voor de voorraad of zo, dan mik ik het zo op de kast of op de koelkast. Ja, en dan doe ik net of het er niet meer is. Maar het wordt gewoon wel een beetje een zooitje. En ik vind het op zich een fijne plek voor brood en zo. Maar toen dacht ik, ik heb nog heel veel van dit soort mandjes. Die had ik laatst allemaal open natuurlijk. En dan kan ik daar mooi van die afbakbroodjes in doen. Ziet er al minder heftig uit dan gewoon zo los op die koelkast met al die verpakkingen en zo. Dus op deze manier kan ik het een klein beetje bij elkaar houden zo. En dan zet ik het gewoon in zijn geheel op de koelkast. Nou, dit zijn de honeyloops. Daar kan ook een doos van weg. Deze is toch bijna op. Als ik dan iets nodig heb, dan kan ik gewoon even die hele mand eraf halen. En aan de, op de kast, zeg maar, even kijken, daar heb ik ook allemaal chips voorraad liggen. En deze kan gewoon in de kast. En ik ga nu even de laatste dingetjes in de keuken opruimen en dan lekker eten koken. Ik ga een simpel pastaatje maken dus, met courgette, wortel, wat nog meer. Spinazie, denk ik. Ik heb nog wat spinazie uit de diepvries. Kan ik er lekker door doen. En dan gewoon passata en spaghetti. Een beetje basilicum. Kijk trouwens hoe leuk die is geworden. Het is echt een hele leuke kleur. Ik denk dat die wel nog een klein laagje moet. Want hier heeft hij niet helemaal goed gedekt. En hierboven. En een klein beetje aan de voorkant. Maar verder. Heel erg leuk. Echt een leuk kleurtje. Een beetje dat oud roze. Heel leuk. Ik denk dat ik hem morgen nog een laagje ga geven. Laat ik hem nog even goed drogen. En dan ga ik denk ik ook morgen die letterbox spuiten. Maar leuk experiment. De ingrediënten voor de pasta. Super simpel, maar wel lekker. Dinner is ready. Oh, lekker jongens. Heel veel zin in. Bon appetit. Tijd voor een cacao-ceremonie. Daar is ze dan.
is dat allemaal? Nou, Anna. Dit is een zeepaardje. Dat is een walvis. Zeg maar zeepaard. Zeepaard. En een kreeft of een krab. Ja. Vis. Een vis en een haai. Octopus. Octopus. Octopusjes. Kijk, wat zien we hier allemaal op? Een koe. Dit is een koe, ja. En dit is een? Hondje. Hondje en een? Poesje. Poesje en een? En vogel. Ja, keur ik goed. En die? Een varkje. Ja, goed zo. Oeh, wat is dit dan? Een vlinder. Vlinder? Ja. Ja, snap wel dat je dat denkt. Maar dit is denk ik een vlieg. Vlieg, ja. Vlieg. Wat is dit? Wat staat hier allemaal op? Een fiets. Fiets? Een? Een auto. Auto, een? Tractor. Tractor, een? Vliegtuig. Helikopter. Ja. En een? Boot. Ja. Wat is dit dan? Nou, een slak. Een slak, goed zo. Oh, deze is ook leuk. Wat staat hier allemaal op? Een zebra. Ja, dat is de giraf. Heel goed. En wat is dat dan? Een leeuw. Ja, en wat is dat? Een olifantje. Olifantje, goed zo. Hé, hey, en deze is de zebra. Kijk. Zebra, ja. Zebra. Dat is... Vies is een beetje. Ja, en dit is een rups. Ja. Die rups. Ja, die is een rups. En wat is dat? Een abi. 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 En een? Een tractor. Tractor. Oeh, en weet je deze nog? Ja, een vloekslang. Zeepaard. Zeepaard. Ja, zeepaardje. Deze? Dat is een krab. Goed zo. Dit is de... Een fiets. Fiets. En dit is de... Een koe. Een koe. En de... Een sinaasappel. Ja, goed zo. Nog een keer. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik heb met Elias even een heerlijk rustig ochtendje. Het is tijd voor een snackie. Ik heb maiswafels met deze... Super lekker. Ik heb er voor Elias ook eentje. En voor mezelf twee. En even wat fruit erbij voor ons allebei. Lekker wat druifjes met sinaasappel. En ik neem nog één cafeïnevrij kopje koffie. Want ik heb al twee kopjes koffie op. Maar ik heb zoveel zin in koffie. Ik moet zeggen, ik had wel hoofdpijn toen ik wakker werd. Gisteren ook al. Maar ja, volle maan dingen. Ik heb gisteren dus voor het eerst een cacao-ceremonie gedaan. Zo ontzettend bijzonder. Ik weet niet of iemand van jullie dit ooit gedaan heeft. Maar ja, je kunt een cacao-ceremonie in een groep doen. Die echt helemaal geleid wordt. Het lijkt me ook heel bijzonder om een keer te doen. Maar je kunt het dus ook zelf doen en thuis doen. Ik heb wel even opgezocht hoe je het allemaal moet bereiden en... Wat je allemaal kan doen. Maar het is echt... Ja, ik vond het heel bijzonder. Echt mooie dingen mogen ontvangen. En ja, echt heel, heel fijn. En ook dus blijkbaar goed om te doen wanneer het volle maan is. Maar ik moet zeggen, ik heb niet goed geslapen. Want ik kwam gewoon niet in slaap. Dus of dat door de werking van de cacao is gekomen. Of door de volle maan of de combinatie. Ik weet het niet. Maar ja, ik werd wel dus wakker en toen had ik echt barstende koppijn. Nu gaat het wel weer. Dus maar ik dacht, gisteren was Elias namelijk ook helemaal back af. En Ismael ook. Die waren echt eigenlijk 's avonds helemaal over de toeren. En Elias die raakte zijn kussen en die was weg. Die was echt kapot. En ik dacht van ja, weet je, ik ga gewoon deze ochtend even heel rustig aan doen, lekker. Elias zit lekker even op de bank met een kleedje. En ik ook, even mijn schetsboekje erbij en gewoon lekker
even chill. Vandaag, nou ja, misschien vanmiddag. Het was echt super koud. Dus eigenlijk wil ik vanmiddag eventjes wel naar buiten of zo. Maar ik kijk even ja, hoe de staat van de jongens is. Ik merk toch dat het best wel veel is voor hun allebei. Voor mezelf ook. Het is, ja, het moet weer allemaal even gaan lopen op deze nieuwe manier. Waar het kan, probeer ik even lekker mijn rust te pakken. Ik ga nu even lekker wat eten. Voorzichtig, andersom. Andersom. Steeds nat. Oh, een klein beetje, ja. Die kant op. Die kant. Op deze kant. Maar niet hard, dan gaat het vallen. Nou, maar die kant op. Elias! Dat is wel een moeilijke puzzel, Ismael. Ja, maar ik kan het niet zo goed. Tuurlijk wel. Nou, dit gaat hartstikke goed. Hoe ver ben ik nu? Nou, hij is bijna klaar. Dus probeer eerst een ander stukje nog. Heel goed. Yes. Oh man, het is 4:15. Ik warm het eten op. Ik heb even wat pasta bijgekookt. Het was net niet helemaal genoeg van gisteren. Dus voor de jongens heb ik even pennen erbij gekookt. En we gaan alvast eten. En dan ga ik ze daarna ook echt in bad doen en op bed gooien. Want Elias is ook echt helemaal back off. Eventjes eten en dan heel vroeg naar bed. Goedemorgen, het is donderdag en Ismael naar school. Ik dacht dus, ja, ik weet niet hoe, maar ik dacht dus dat we vanochtend naar de tandarts moesten, maar het is pas volgende week. Dus Ismael gewoon naar school gebracht. Ik ben even de bovenverdieping aan het stofzuigen en aan het soppen. En ik heb de plantjes even lekker onder de kraan gehouden, want er lag ook best wel een stoflaag op de bladeren. En zoals je ziet ligt de kast hier weer vol. Dus ik ben even lekker bezig hier. Elias is even beneden en mijn ouders komen zo even op de koffie. Ja, ik had heel veel energie. Ik wil lekker even wat dingen opruimen en schoonmaken vooral. Ik zat er al een tijdje weer zo tegenaan van, oh, ik moet echt weer even goed stofzuigen hier. En ja, lekker even de boel weer fris. En ik ga straks ook nog even de badkamer doen. Dat had een van jullie weer getipt. De pink paste. En die had ik dus al in huis. Maar die kan, of die is ook heel goed blijkt voor de badkamer. Dus die ga ik straks even gebruiken ervoor. Nu nog even afstofzuigen. En dan denk ik dat mijn ouders er ook zo zijn. Dus dan neem ik even pauze met een bakje koffie. Ja, moet ik daarna nog wel eventjes door. Want het is toch altijd weer een hoop werk. Beneden is ook weer, ja, moet ik ook weer stofzuigen. Ik moet de vaatwasser nog uitruimen. Genoeg te doen. Maar eerst even boven afronden. Ik heb even een pauze gehad toen mijn ouders hier waren. Ik ga nog even hier door. Ik ben bijna klaar. En even de spullen van de kast afhalen. Er ligt namelijk weer allemaal zooi. Een kleedje. Het oude dekbed. Die wil ik wel bewaren. Die moet ik gewoon even op een andere plek leggen. Ja, Ismael zijn hoed. Ik denk dat ik die ook maar weg doe. Want ik heb er een leuke foto van. En er staat een plantenpotje. Een stekker die het niet meer doet. Nou, daarachter heb ik nog sportkleding staan. Ik ga het allemaal even eraf halen.
En dan is het maar weer leeg. En daar, in de hoek, heb ik ook nog allemaal lege bakken staan. Die ga ik even naar beneden brengen. Want die heb ik op dit moment over. Maar het zijn wel hele fijne bakken. Dus ik kan me voorstellen dat ik die later weer in mijn kledingkast gebruik. Of ja, voor de jongens of weet ik het. Maar voor nu zijn ze overbodig. En nog een kussentje hier. Die is trouwens wel heel fijn. Maar ik denk dat ik die op de kamer van de jongens leg. Ja, soms gebruik ik hem zelf ook. Maar dan moet ik hem eigenlijk... Ja, waar kan ik dat dan laten? Soms als ik even rechtop wil zitten of zo in bed. Of dan moet ik die boven op de kast leggen. Maar ja, eigenlijk wil ik niks meer op de kast. Of in de kast. Heb ik ook nog wat plek. Ik denk dat ik dat doe. En dan die hoek weer leeg. Zo, het enige wat er nu nog op staat is die zoutlamp. Maar dan moet ik nog even een nieuw lampje voor kopen. Die is stuk gevallen. En dan kan ik hem gewoon weer gebruiken. Maar verder is die leeg. Ik ga nog even het wasbakje schoonmaken. En dan ben ik hier in ieder geval klaar. Echt, ik heb even wat vlekken proberen uit dat tapijt te halen. Maar dat is, ik weet niet. Het zijn volgens mij... Van die melkvlekken van Elias' flesje of zo. Ik krijg het er moeilijk uit. Maar uiteindelijk zou ik denk ik hier ook nog wel laminaat willen. In deze slaapkamer. Want dat vind ik net wat fijner eigenlijk. Ik hou niet zo van vloerbedekking. Ook in verband met stof en zo. Ik vind het gewoon best wel heftig. Dus wie weet leg ik hier nog een keer een laminaatvloertje in. Maar voor nu helemaal prima. En ik ga natuurlijk die kast nog helemaal upgraden. En ik wil hier nog de muur verven. Genoeg te doen nog. Leuk projectje. Maar voor nu laten we het hierbij. Nou, ik heb hier even een testje gedaan. Want dit wasbakje in de slaapkamer is altijd heel vies geweest. Of ja, vies. Ik weet niet. Er zit, sinds ik hier woon, zeg maar, zit er van dat spul hier wat ik nooit weg heb gekregen. En toen dacht ik, nou, ik ga even dat pink paste erin laten trekken. En ik heb het nu al schoner gekregen dan ooit. Maar ik laat dit gewoon even nu zo zitten. En dan ga ik het vanavond of zo afspoelen. Laat ik het gewoon de hele dag intrekken. Ik heb nu in de badkamer ook dat spul erop gedaan. En dan moet je het met warm water, geloof ik, afnemen. Maar het ruikt wel lekker fris. En ik ben benieuwd wat het gaat doen verder. Maar dit is al schoner dan ooit. En dat is in 3 jaar tijd of zo. Dat is echt niet normaal. Zo, alles is weer heerlijk schoon hierboven. Het kost wat uurtjes, maar... Nou, ik moet zeggen, normaal doe ik dat wel sneller. Alleen nu heb ik ook opgeruimd en net even wat uitgebreider schoongemaakt. En als het dan weer bij is, dan duurt het ook minder lang om het bij te houden. Dus dat is heel fijn. Het was gewoon echt even nodig een keer. Ik ga nu lekker lunch maken. Het is 1:30. En Elias zit al lang genoeg voor de tv nu, dus die ga ik even erachter wegslepen. Heerlijk gevoel weer hier. Lekker opgeruimd, lekker fris. Echt fantastisch. En dan ga ik vanavond nog even kijken bij het wasbakje. Lekker even een bolletje met een gebakken ei, kaas en rucola. Ik heb ook nog gewoon brood hier liggen. Zo'n trek gekregen van al dat schoonmaken. Dat gaat er wel in, hè, Elias? En een lekker sapje erbij, hè? Die is nou op. Ja. Ismael vindt dit dus niet lekker, maar Elias wel. Die is er echt gek op. Maar ik zal weer even gewoon Suderans of zo halen. Dat vindt Ismael wel lekker. Maar deze dingen vindt hij echt niet lekker. Maar wij wel, hè, Elias? Ja. Proost. Proost. Kling. En we sluiten af met een beetje Nutella. Maar die is altijd best wel hard om te smeren. Dus ik heb hem heel even in de marathon gedaan. En dan doen we dat nog lekker op een boterhammetje. Puzzel 1 is gemaakt. Deze is wat moeilijker. Even kijken. Moet je nog verder die maken? Nee, die is klaar. Kijk. Deze. Moet daarboven. Kijk. Doe jij die vast erin? Jee, dat is een begin. Jee, alle 4 klaar. Goed gedaan. En moet er nog een boek. Bob de Bouwer, ja. Nog eentje en dan gaan we Ismael ophalen. Ja. Ja. Waar is Ismael nou? Hè? Hè?
Waar is die? Waar is die? Achter het gordijn? Nee. Waar is die nou? Hallo? Ja! Die Elia! Ismael is weer gezellig thuis. Ik ga even de vaatwas nog uitruimen. En dan... En dan even wat drinken maken. Ik heb heel erg zin... Ik heb heel erg zin in een kopje koffie. We waren nog even buiten, maar het ging heel hard regenen. Dus nou ja, maar weer naar binnen gegaan. Even gauw die vaatwasser en dan wat drinken. En dan even op mijn gas zitten. Ik ben even aan het koken. En ik heb lekker aardappeltjes geschild en een beetje kort voorgekookt. En die doe ik nou in de airfryer. Ik heb een klein beetje zout eroverheen. Olijfolie en knoflook er tussendoor. Van die knoflooktenen. En rozemarijn. Ga ik ook nog een klein groentemengseltje maken. Wortel, ui, paprika. En ik heb kidneybonen. Dus dat wordt het. Nou, het is weer een lekker mengseltje geworden. Ik heb nog een beetje spersiedoon erbij gedaan. Een beetje kurkuma en een beetje chilipeper. En het is heerlijk. Lekker groentemaaltje voor bij de aardappels. Ik maak die orientschijven er ook nog bij. Dus ik heb er helemaal zin in. Eet smakelijk! Wat zit er op je haren? Sneeuw! Maar net als Pluis die zijn oogjes weer dicht wil doen, komt Bolle de trap af. Hé, gekke Pluis, roept hij. Kom, wakker worden. Je moet me uitzwaaien, want ik ga naar school. Naar school, denkt Pluisdier. Borre gaat toch nog helemaal niet naar school? Brood! Dat zijn Borre's boterhammen met pindakaas voor tussen de middag. Hij is ze vergeten. Dat is niet zo best, vindt Pluisdier. Van al dat leren krijgt Borre vast enorme trek. Smakelijk, jongens. Smakelijk. Hey, het is vandaag vrijdag en ik heb net Elias weer opgehaald bij de gasthouder, nieuwe gasthouder. En het was allemaal even wennen en haasten vanochtend, want ik moest natuurlijk eerst Ismael naar de basisschool brengen en toen Elias wegbrengen naar de gasthouder. En Ismael is dus voor het eerst opgehaald door de BSO. Nou, nu heb ik Elias weer opgehaald. Het was allemaal goed gegaan. En nu gaan we Ismael ophalen. Ja. Ja. En het is giga aan het sneeuwen. Ja, Ismael wacht op ons, hè. Die is ook weer blij als wij er zijn. Maar ik was echt een beetje in de stress vanochtend van... Het was ook echt een drama, want Elias moest huilen, logisch. Ja, die dacht echt, wat gaan we nou beleven, waar ben ik? En Ismael, die vindt het nog best wel moeilijk op de basisschool. Maar ja, je moet dan toch even doorzetten en doorbijten met z'n allen. En ik kreeg gelukkig al wel dus gauw een berichtje dat, dat ze weer gestopt waren met huilen. Maar Elias had wel gedurende de dag nog een paar moeilijke momentjes... Dat hij echt even vroeg van waar is mama en dan moest hij huilen. En ja, weet je, het is voor iedereen even wennen. Ook voor mij. En het is natuurlijk echt niet leuk om je kind op die manier ergens achter te laten. Alleen weet je wel van ja, ze zijn in goede handen. En uiteindelijk, over het algemeen, is het hartstikke goed gegaan. Dus ik ben heel blij en ik ben blij dat de kop er zeg maar af is als in... Alle veranderingen zijn nu doorgevoerd en nu is het een kwestie van wennen. Ik heb dus gisteren niet echt nagedacht over eten. Want normaal aten de jongens bij de gastouder
En dat is nu niet het geval. Natuurlijk. Dus ja, ik denk dat ik straks nog even een pizzaatje haal. Maar voortaan moet ik dat gewoon donderdag al regelen. En dan is het gewoon in huis. En, of iets koken dat ik het ook vrijdag kan opwarmen. Maar ik denk dat we nu gewoon lekker een pizzaatje gaan halen. Ik vind dat we dat verdiend hebben. Lust je ook pizza, Elias? Ja. Ja? Lekker. We gaan Ismael ophalen. Ja, heb je Ismael ook gemist? Het was dus ook voor het eerst dat zij de hele dag eigenlijk niet samen zijn bij een opvang. Ja, weet je, leg het een kind maar uit. Het is ook niet te begrijpen allemaal. Ik begrijp het zelf soms niet eens. Dat ik denk, jeetje, wat een gedoe allemaal voor... Ja, het is fijn hoor dat het allemaal kan. Maar het is wel een hele hoop gedoe en gesjouw. Maar het is allemaal goed gekomen. Het lukt allemaal. Dat is het belangrijkste. En ik heb heel veel zin ook om Ismael op te halen. Oké, waar ligt de pizza? Pizza! Het is inmiddels 7 uur. We zijn thuis. Wat een sneeuwstorm. Niet normaal. Nou ja, sneeuwstorm. Een echte sneeuwstorm. Daar is dit niks bij. Maar voor ons in Nederland is het al heel wat. En ik had best wel een eng momentje. Want ik wou... ik wilde naar... of op de rotonde ging ik. Oh, wacht even hoor. Ik ging op de rotonde en toen kon ik even niet remmen. Want er was zoveel dikke, natte sneeuw, zeg maar. Dat ik helemaal zo doorreed. Dat vond ik echt wel even een eng momentje. Maar gelukkig kwam er niemand aan of zo. Maar ik denk, ja, als er iemand... Maar gelukkig reed iedereen een beetje normaal. Ik heb deze gehaald. Die waren in de bonus. Van 4 zoveel voor 2,50. En het leek me heel lekker. Ik heb deze nooit gehad. Maar het is allemaal meat free. Dus ja, ik weet niet. The Good Baker Feel Good Pizza Meat Free Chicken Style. Daar heb ik er 2 van. En 1... Spinach en pumpkin seeds. Nou, super veel zin in. De oven staat aan. Ik heb ook nog deze gekocht. En ik had heel veel zin in een glaasje bubbels. Oven staat aan. Dan gaan we gauw even nu onder de douche. En dan pyjama aan. En dan lekker pizza eten. En dan is het echt bedtijd ook. We made it. We gaan nu naar boven. Kijk. Oh, dat zijn grote sneeuwblokken. Breek het uit, Elias. Lekker jongens. Ben jij Maximiliaan Modderman? Kom Elias. Kom je? Je bent helemaal nat. Hey, het is inmiddels zondag en ik zou jullie nog even laten zien wat ik bij de Action had gehaald. Dat heb ik helemaal niet meer laten zien. Ik had allereerst op aanraden van een van jullie is de koffiecups gehaald van de Action. Ik ben hier heel benieuwd naar of het een beetje lekkere koffie is. Ik ga ze in ieder geval lekker uitproberen de komende week. Palazzo, ze hadden volgens mij 2 soorten of 3. Ik weet niet helemaal zeker, maar ik hou altijd wel van redelijk sterke koffie, maar ik denk... Ik ga eerst dus deze proberen en dan kan ik altijd nog andere halen. Dan zag ik ook nog deze glazen rietjes. En ik heb laatst ook, of een tijdje geleden alweer, van die bamboe rietjes gekocht. Ik moet wel zeggen dat ik die... Ik vind het een beetje lastig om die goed schoon te krijgen. Er zit wel ook zo'n zo'n raggertje bij die hier ook bij zit, zeg maar. Deze. Maar ik weet niet, dat bamboe... Beetje... ik vind het wel fijn drinken, maar...
je kan ook niet echt zien wat er aan de binnenkant gebeurt, zeg maar. Dus dat vind ik een beetje, ik weet niet, ben ik niet helemaal over te spreken. Toen dacht ik, ja, glazen rietjes. Je kunt precies zien of ze vies zijn of niet. Dus ik wilde het toch een keer proberen. Er zitten er 4 in, geloof ik. Ja, 4 stuks met een borsteltje. Dus ik ga ze gewoon proberen. Ja, super boeiend. Maar ik heb ook nog even 2 lijmsticks gehaald. Ik gebruik zelfs soms ook als ik dingen illustreer of collages maak, lijm. En dan gebruik ik vaak gewoon van die ja, hobby lijm, zeg maar. Maar ik dacht, de jongens vinden het ook wel leuk om te knutselen. En dit leek me wat veiliger voor de jongens om ook mee ja, te knippen, plakken. Weet je, dan kunnen zij ook gewoon gezellig mee knutselen. Ik heb nog een dikke bleek gehaald. Ja, ja. Ik vind deze altijd heel lekker ruiken met die eucalyptus. Oh ja, een setje nieuwe aanstekers gekocht. Want ik heb beneden 1 aansteker, maar hier in mijn atelier zit ik ook vaak 's avonds. En dan vind ik het toch fijn om lekker een kaarsje aan te doen. Maar die ik hier heb, die werken niet meer. Dus even een setje nieuwe gehaald. Oh ja, en een tijdje geleden was ik op zoek naar secondenlijm. Maar die hadden ze toen niet bij de Action. En toen had ik laatst van mijn moeder een pakje gehad van de Vibra. Die had ze daar even gehaald. Maar nu zag ik dat ze ook weer bij de Action secondenlijm hadden. Dus ik heb maar gelijk ingeslagen. Want ik gebruik dit best wel voor veel dingen. Gewoon als iets kapot is of zo. Dit werkt gewoon 9 van de 10 keer. Oh ja, ik weet niet of dit het goede lampje is, maar ik heb dus zo'n zoutlampje en die is kapot gevallen. En van wat ik kon vinden zo snel, zou dit moeten passen, maar ik ga het uitproberen. Het was een goedkoop lampje, dus het maakt ook niet heel veel uit als het niet goed is. Eigenlijk voor koelkasten en ovens, maar ja, volgens mij is het net zo'n soort. Maar ik heb het lampje niet meer, want omdat hij kapot was gevallen, heb ik het toen gelijk weggegooid. Uitproberen. Dan zag ik deze. Leek me voor de jongens wel lekker. Vegan corn crisps. Doet me een beetje denken aan die baby chippies. Volgens mij is dat ook wel een beetje. No, ja, er zit dus niks aan toegevoegd. Ja, volgens mij, kijk, er staat ook 7 plus maanden. Dus het is gewoon een verantwoorde snack, zeg maar. Gepofte biologische mais snack. Dus er zit er niet zoveel aan toegevoegd volgens mij. Ik had ook nog weer eens deze rozijntjes gehaald. Kijken, oh ja, sulfaatvrij. Nog meer GMO free. Ik weet niet wat dat is. GMO, geen idee. Ik weet al die dingen niet hoor. Maar organic, nou ja. Ze zien er ook vooral erg leuk uit. Ik heb nog even een voorraadje van mijn nieuwe verslaving gehaald. Nee, het is geen verslaving. Ik neem gewoon heel af en toe zo'n blikje. Ik neem dat gewoon echt niet vaak hoor. En dat je drinkt, want ja, het is gewoon best wel intens, vind ik altijd. Maar soms vind ik het zo lekker en ik krijg er echt even een boost van. En ik vind deze dus heel lekker met marshmallow flavor. Dus heb ik even 3 blikjes van gehaald. Die ga ik lekker in de koelkast zetten. Extra koud vind ik het allerlekkerst. Ik zag nog deze bekers. En die vond ik wel heel leuk voor de jongens om limonade uit te drinken bijvoorbeeld. En het is ja, approved melamine, want het was natuurlijk helemaal zo'n ding over met dit soort materiaal. Koude dranken kan sowieso geen kwaad en het staat dus approved melamine, dus het zal wel goed zijn. Maar ik vond ze wel heel leuk en het kan niet zo makkelijk kapot vallen, dat is ook wel fijn. Dan zag ik nog deze en ik zit elke keer te klooien met het opladen van mijn smartwatch, want het gaat met zo'n magneetje. En dan leg ik het ergens neer. Maar dat magneetje gaat heel snel ook wel van het plaatje af. Dus dan denk ik op een gegeven moment, oh, hij is opgeladen. En dan zie ik dat hij verschoven is en helemaal niet heeft opgeladen. Dus dit leek me wel ideaal. Want dan kan je hem gewoon in zo'n standaard zetten. En een vaste plek ervoor. En dan had ik nog een dingetje voor de smartwatch. Ik hoop dat het goede maat is. Maar ik had even met een lineaaltje in de Action dit opgemeten. En dat kwam ik uit op 4. Dus dit zou goed moeten zijn. Want ik heb helemaal nog geen geen beschermdingetje erop. En dat lijkt me wel eens handig. Want ik ben best wel onhandig soms. En dan stoot ik met dat ding tegen de deur aan. Of weet ik veel. Dus dat er nog geen barst in zit is mij een wonder. Dus die ga ik gauw opdoen. En ze hadden echt volgens mij voor elke maat. Ze hadden wel 4 maten geloof ik. Dan heb ik nog 2 nieuwe messen. Want ik mis een paar messen uit mijn messenblok. En ja, ik grijp soms echt even mis. En deze lijken een beetje op die ik ook heb. Heb ik nog een body cream met
ja, ik weet niet hoe je dit uitspreekt. En aloe vera. Leek me wel een lekkere. Ik heb niet echt meer een lekkere bodycream voor mezelf. Dus ja, ik dacht, laat ik dit eens proberen. Betty's Nature. En deze. Ik had deze al, een groene hiervan. Maar die ben ik kwijt. Ja, ik was laatst mijn crème lekker aan het opdoen. En dacht ik, oh ja, ik had nog ergens zo'n roller. Dus ik heb gezocht, maar ik kan hem nergens meer vinden. Of ik heb hem weggegooid. Maar kan ik me haast niet voorstellen, want ik gebruikte hem echt dagelijks. En dat was met zo'n jade steen, zo'n groene. En toen zag ik deze bij de Action. Volgens mij hadden ze die groene ook. Maar ik denk, nou, laat ik de roze kwarts proberen. Ja, ik vind het echt heel fijn om 's ochtends en 's avonds even lekker zo over je gezicht te rollen. Nog twee food dingetjes. Ik heb lekker gedroogde vijgjes gehaald. Vind ik echt heel lekker. Dat heb ik al lang niet op, dus dat ga ik zo even nemen, denk ik. Lekker. Tenminste, ik weet niet of ze lekker zijn hoor, van de Action. Geen idee. Maar ik hou wel echt van vijgen. En nog van die gedroogde abrikoosjes. En dat vind ik ook wel lekker soms voor in de kwark of zo. Of gewoon om zo even te eten. Maar ja, kleine Action Shop vlog. Maar ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Want ik ga verder niet heel veel meer doen. Ik ga nog even naar buiten vanmiddag met de jongens. En ze kijken nu even een filmpje. En dan ja, ga ik verder ook lekker relaxen. Daar heb ik echt zin in. Even rustdagje. Ook fijn. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop je natuurlijk weer graag terug te zien bij de volgende video. Doei doei!